Hi. Kijkers, luisteraars van deze videofilm. Heten we jullie welkom om aangenaam naar deze videofilm te kijken. Vandaag zijn we extra blij. Meneer André Latschman heeft zijn verjaardag gevierd met ons hier, met Olive Boys. Hij is 61 geworden. En we hebben flink genoten van zijn tractatie. En je weet, elke achtertractatie zijn er werkpaarden. En ik wil vanuit deze plaats Trina bedanken die op zich had genomen om kip enzovoorts in orde te maken. En nu hij ziek is, hij heeft griep. Hij was hier tot 9 uur, maar ik kon niet meer volhouden. Hij had het overgedragen aan Soldier om het af te ronden. En we zijn hem erkentelijk. Hè. Trina bedankt, Soldier bedankt. En al die mensen die voor André hier hard hebben gewerkt. Hij heeft ons hard en flink getrakteerd, heren. En namens Olive Boys wensen hem veel succes en gezonde jaren. André is 61 geworden, dus hij is echt een veterane of een gepensioneerde in ons midden. Kanta, die jicht heeft, is ook hinkend hier gekomen om André te feliciteren. Een applaus voor Kanta. Ah, ja. Verder, een ander punt. Meneer Chotko is helemaal uit Paramaribo Zuid, Wanika gekomen. Om André ook te feliciteren en te genieten van Olive Boys hier. Mensen zien hier de plaats waar ze genieten en ontspannen zijn. Een ander belangrijk punt wil ik aanhalen, vooral voor die man. Zien jullie daar een nieuwe ijskast? Die ijskast ziet er nu uit, maar heeft geen motor. Wie is achter deze ijskast of koelkast? Dat is meneer Delay en meneer Glenn. We bedanken meneer Glenn en meneer Delay in het bijzonder dat ze hier voor Olive Boys weer een koelkast zonder motor heeft gezorgd. Een voorraadkast. Hey heren, een bedankt, een applaus voor Glenn en Delay. Delay bedankt. We gaan ook zien dat die stoelen allemaal kapot zijn. We hebben van onze neef, broer van Glenn, ook toezegging gehad dat hij op zijn Santa Boma daar ook stoelen heeft, rode stoelen. En we krijgen die stoelen ook. Sunil, alvast bedankt. Maar breng het met je pick-up een keer voor ons, tot 10:15 alvast. Verder had meneer Delay ons beloofd, wat in het vat is, verzuurt niet. Dus hij zei me gisteren, 2 dagen terug, zegt al, ik heb 2 whiskies voor die groep. Dat kan je voor me overhandigen aan die man. Dus Delay, we gaan die whisky volgende week hier gebruiken, maar dan moet je ook erbij zijn toch. We verzoeken je om ook erbij te zijn. Oké, verder. Moet ik wat zeggen, die voorbereidingen naar Holland is in volle gang. Maar die, hoe is dat ding weer? Die visa was 88 gulden en het is vanaf dingen in februari 108 euro geworden. Ja. Zie daar die dingen, die problemen en discriminatie. Jammer dat wij die vrij kunnen bewegen tussen Nederland en Holland. En ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Ik wil bedanken aan ieder, André nogmaals. Het was jouw dag, ik hoop dat je blij bent. En hij heeft voor muziek gezorgd hoor. Hij heeft zijn boxen enzovoorts meegenomen. Hij wilde zijn dingen doen vandaag. En je hebt alle vrijheid, vooral André. Hey, we hebben een lied voor hem gezongen. Aboom! Mensen, bedankt voor het kijken. Je mag ook commentaren leveren enzovoort. Oké, Mikbaar, Bert.